Ook het boven Tapanahoni-gebied, Dritabetje, heeft te kampen met zware wateroverlast. Volgens Jopie Matoja, adjunct districtsecretaris van het resort Tapanahoni, is de situatie de afgelopen 2 à 3 weken niet veranderd. Kapitein Boy Perry vraagt zich af waarom er nog geen actie komt vanuit de overheid. Ik wil in contact met de Gralanti op de hele. Vandaag nog, ik moet naar een vergadering en wanga die maar op contact, boom contact ook doen. Op hoogste niveau en we verwachten binnenkort dat wat vast ode. Boy Perry, kapitein van Dritabetje, vraagt zich af waarom er geen actie komt vanuit de overheid. Maar, heel goed dat je ons. Zij staan in deze land te wachten zolang dat land niet niks. Nou, als maar je er voor de overheid, zo die heb je de kan je de samen. Dus dat die. De Nalanti, want ik denk, bestuursdienst, ja, zo, rapporteur, actori, pardon, dagelijks die overheid, zodat so de op de hoogte voor de situatie. Dus ik denk, Lanti sabi het systeem en de sabi ook toe van de tja oplossing komt naar Adesma. Alles is onder water gelopen. Dit is het beeld dat wij de afgelopen weken hebben gezien in heel Suriname. Volgens Matoja worden er gesprekken gevoerd met de regering voor een mogelijke oplossing voor deze situatie. Echter hoopt hij niet dat een actie te lang op zich laat wachten. Ik heb een de hulp samen. We hebben ons review altijd. En ik ga wat er kan geven, bepaalde doorpoegen, ik wil eerder onder water. Nou, we hebben ons review, maar ik heb mijn vrouw naar de president enzovoort enzovoort. En mama kan je aan het zijn. Maar je hebt dus aan het zijn, echt nog de. Dat alles maar in hongersnood echt maar in de toekomst dat we verder dat komt dat de grond nood zo echt naar model de koloto alles aan die waardoor de toekomst we verder dat kan de wat tokoto de aan voeding. Ook Kwaku Grong en de omliggende dorpen in het district Brokopondo kampen met wateroverlast. Districts Ludwig Mendelssohn heeft zich vandaag persoonlijk georiënteerd in de getroffen gebieden. Volgens de burgervader is de schade groot. Eergisteren heeft NCCR 75 pakketten ter beschikking gesteld. En die heb ik dan gestuurd voor die mensen. Maar u weet, die pakketten zijn goed aangekomen. En ik heb me persoonlijk georiënteerd. En het is echt triest wat ik heb gezien. Huizen onder water. En het water blijft stijgen. De DC zal samen met minister Gracia Emmanuels van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, oplossingsmogelijkheden bekijken. Als de zware regens blijven aanhouden, zal evacuatie van de bewoners niet uitgesloten zijn. Dat is de richting waar naartoe we willen gaan. Maar u weet, de mensen zijn zo gewend met hun omgeving. Ja, maar ik heb het vandaag wel gezegd hoor, van dat als het water blijft steken, van dat de optie gaat zijn. Ja. En de openbare school Loka Loka is bijna niet meer te herkennen vanwege de enorme wateroverlast. Het onderwijssysteem laat reeds te wensen over in het binnenland en het probleem van wateroverlast verergert dat alleen maar. Dit is echt erg, zegt Letitia Darius, die verbonden is als leerkracht op deze basisschool. Volgens haar staat de school al een week onder water. Schoolmeubilair en andere schoolbenodigdheden zijn door het overtollig water vernietigd. Dus met zo'n overstroming zijn we alles kwijt. Die school, van alles, kantoor, al die boeken, al mijn schriften, al mijn schrijfgerij, mijn cahiers, van alles ben ik kwijtgeraakt.